komt goed hoor. Ik vond het wel een goeie van jou om je lange broek aan te doen en dan te verwachten dat de vorst komt. Ja, maar er komt. Ik wil gewoon graag dat crockpot recept maken met die spruiten. Ah ja, daar hebben we vorst nodig. Ja. Of wacht eens even. Wat heb je nou weer voor een idee? Kijk eens wat ik voor Nicole heb geregeld. Oh, spruiten. Spruiten. Hoe kan dat nou? Ja, het trucje van Stijn. Wat is jouw trucje? Ze waren ingevroren. Ingevroren? Ja. Maar ik wilde eigenlijk voor verse gaan. Ja, maar deze waren vers. Maar zou het werken? Ik weet niet. Nou, dan wordt dat een experiment. Ja, laten we het doen. Ja, gaan we gewoon doen. Nou goed, ik ben weer blij. Dus ik ga er tegenaan. Kom, en jullie gaan zien of het experiment ook lekker smaakt natuurlijk. Ik ben benieuwd. Kom, nou, gokbotten! Ja, laten we beginnen. Nou, laat ik als eerst zeggen, wie kan snijden, die kan crockpotten natuurlijk. En kijk eens, er zitten al allerlei lekkere dingen in. De spruitjes die gaan dus gecombineerd met wortel, witlof en er zit hier ook nog knoflook in. Gaan de spruiten erbij. Hopla. Ik moet zeggen, spruiten vond ik als kind echt niet te eten. Jij Stijn? Nog steeds niet. Ja, dus dit is ook gelijk een experiment voor Stijn, hè, om van spruiten te gaan houden. Nee, maar echt, ik ben spruiten echt veel meer gaan waarderen. En dat komt omdat je het ook heel lekker kan maken met wat zoete ingrediënten, zoals sinaasappelsap. Sinaasappelsap gaat erin. Of, wat dacht je van deze heerlijke abrikozen? Mm. Die gaan er ook in. Hop. En dan de kruiden, nou wat echt super combineert met die abrikozen, is kaneel. Uiteraard kaneel. En komijn. Dus hier gaan we ook doen. En dan nog wat peper. En uiteraard wat zout, want er gaat geen bouillonblokje in. Dus lekker wat zout erin. Zo, de Nicole de kindje. Ja. Zo, even nog even mixen. Kijk, even mixen. En in dit crockpot recept gaat dus geen water, omdat je dus al sinaasappelsap toevoegt. Goed mengen. En dan is het eigenlijk tijd om te crockpotten. Het is echt simpel. Het is echt te makkelijk die voor woorden. Die kan snijden, die kan crockpotten. Ja. Wat een mooie kleurencombinatie. Mooi, hè? En als dit eenmaal gekrokpot is, dan gaat er nog een finishing touch overheen. Dus blijf kijken. En tadaa! Hij is klaar, de stoofpot. Ik ga een mooi bordje voor jou maken. En dan mag jij de koelie-koelies vertellen wat je ervan vindt. Ik heb al een beetje geproefd en de saus is echt... heel erg lekker. Maar het zijn nog steeds spruiten, hè? Het zijn nog steeds spruiten. Ja, of je nou een crockpot stopt of niet. Het zijn nog steeds spruiten die ik ga eten. Maar die... Kijk, en tadaa. En nu denk je van, is het nu klaar? Nee, het is nog niet klaar. Want we gaan nog een finishing touch erop doen. En een hele belangrijke, hazelnootjes. Lekker, hè? En die hazelnootjes gaan we er niet zomaar in doen. Daarnaast dat ze heel erg lekker zijn, zitten ze ook vol met eiwitten. En het is natuurlijk een vegetarisch gerecht, dus dat maakt het extra af. En ik heb gelezen dat het goed is voor de zwangere vrouw, want er zit foliumzuur in. Oh? Ja. Oh, nee. Wat ben je van plan? Nee, helemaal niks. En het is goed voor de cholesterol. Hopla. Ja. Nou, die is wel lekker. Ik vind het echt super lekker. Dus eventjes, het is gewoon wennen, want het blijft een spruit. Maar die combinatie met sinaasappel, kaneel en die abrikoos. Echt wel, jij kijkt er nog wel super bedenkelijk, maar het is echt lekker. Nee, jij zei het blijft een spruit, dus ik dacht, oh jij vindt dan ook spruiten niet super lekker. Nee, maar dat komt meer door van vroeger. Ja, blijf spruiten. Ja, ik moet eerlijk zijn. Ja, je vindt het geen aanrader. Nou, ik vind dat de koelie-koelies moeten stemmen, weet je? Ja. Jij vindt het wel lekker. Ja, het is niet mijn favoriet. Ik heb andere crockpots, maar... Ja, we laten het aan de koelie-koelies over. Kijk, deze vind ik wel heel lekker hoor, die abrikoos. Stijn heeft het gevonden. Mm. Dit is echt de finishing touch, of niet? Moet je kijken. Heel lekker. Goed, vond jij dit een leuke video? Geef dan even een likeje. Zou superleuk zijn. En laat ons zeker weten, als je het gerecht hebt gemaakt, wat jij ervan vindt. Hieronder kun je een reactie achterlaten. Super top. En wellicht ga jij deze spruitjes op deze manier heel erg waarderen. En geef gewoon je eerlijke antwoord, net als Stijn heeft gedaan. Ja. Hey, maar het waren diepvriese spruiten. Niet echt probleem, hè? Nee, maar misschien is dat het. Oh. Ja, Stijn, dat is het. Ah shit, gaan we het nog een keer proberen. Yes, we gaan het met de verse spruiten doen. Dan gaat het heel goed komen, Stijn. Wanneer zal ik het weer maken? Volgende week?
Zo, nou, tijd om te lunchen. Ja, de spruitjes. De spruitjes. Hoe vind je het nu echt? Nou, ik heb er nog wat bij gedaan. Ik heb nog snel even wat spek in de oven gegooid en ook even uitgebakken. Kunnen jullie dat zien trouwens hier zo? Ja, volgens mij wel. En nou, dan krijg je denk ik wel heel lekker. Net nog een bijtje, zeg maar. Dat overroelt wel een beetje de spruit. Dan vind ik het heel lekker. Oké. Nou, het is wel een hele toffe variatietip. Dus nou, ik ga het zo ook even proeven. En de saus is ook heel bijzonder, heel lekker. Ja, hè? Ja. Oh, gelukkig. Stijn wordt steeds blijer van de spruit. Ja, maar het blijft wel spruit. Ja, witlof is ook lekker, hè? Ja. Oké. Lekker smullen. Oké, doei. Doei.